Hey en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Even als disclaimer, ik film dit terwijl de stormwind aan het afnemen is. Maar mocht je zo af en toe gekke geluiden zo horen, dan is het waarschijnlijk dus het weer. Of de katten die er rondlopen, maar dan weet je dat alvast van tevoren. Ik heb vandaag in ieder geval weer een nieuwe shop or flop voor jullie van Zizzy. En Zizzy is een webshop slash shop die ik heel veel aangevraagd heb gekregen. Die ik zelf totaal nog niet kende, nog nooit van had geshopt. Maar ze hebben een maat 42 tot en met 64 ongeveer. Dus lekker wijde size range. Het is dus niet voor normale maten die normaal in de winkel hangen, maar juist echt curvy en plus size gericht. En ik ga vandaag kijken hoe is de prijs-kwaliteit verhouding en hoe is de size inclusivity. Nou, qua size inclusivity hebben ze een hele wijde matenrange. Maar als jij in de reguliere maten 36, 38, 40 zit, dan zit je dus niet in de Zizzy goed. Maar mocht je daarboven zitten, dan wel. Dus ik heb hier een grote zak met 4 outfits daarin. En ik ga ze vandaag allemaal met je langs. Dus mocht je er zin in hebben, dan zou ik zeggen, doe vast een duimpje omhoog. Gaan we heel gauw beginnen. Goed, ik begin met de saaiste outfit van de 4. Ik wilde namelijk gewoon heel erg graag een rok testen. Maar ze hadden echt weinig rokken, in mijn maat in ieder geval. En dan ook nog eens wat ik leuk vond. Dus ik ben bij een hele basic rok uitgekomen. Dit is hem. Dat is dan wel weer leuk. Je kunt hem blijkbaar als tube top en als skirt gebruiken, zie ik hier staan. Dus hij moet elastisch genoeg zijn om ook gewoon als tube top te gebruiken. Dat is dan wel weer leuk. En hij heeft dus, ik hoop dat het opvalt op camera, hij heeft een beetje een ripstofje. Hij is wel echt mega pluizig en haast viezig als je het zo ziet. De andere kant niet, gek genoeg. Misschien is dat wel het papiertje ertussen zag dat al een beetje af heeft gegeven of zo. Maar het zegt dus wel dat alles eraan blijft kleven. En ik leef met 3 katten. Kan je vertellen? Die verharen behoorlijk op het moment. Dus het is niet heel praktisch als elke keer als ik ga zitten alles blijft plakken. Maar goed, we gaan het zien. En blijkbaar kun je hem dus ook als tube top dragen. Het is dus wel een langere tube top. Ik heb wel gewoon een crop top tube top in het zwart. Maar ik vind op zich de beleidingen wel heel erg mooi. Ik hoop echt dat de camera die een beetje oppikt. Maar deze rok dus. En ik heb deze in een maat SM. En dat was volgens mij een 42-44. Of een 44-46. Volgens mij zaten die maten echt net verkeerd voor mij. Want ik zit over het algemeen qua broeken en rokken tussen een 44 en 46 in. En nu hadden ze 42-44 of 46-48. Dus volgens mij ben ik voor 42-44 gegaan. Maar uit mijn hoofd weet ik het even niet. En voor daarbovenop wilde ik eigenlijk gewoon een leuke blouse. Een beetje een kleurrijke blouse. Iets zoals dit. Deze komt trouwens van MS Mode. Ik zal hem ook in de beschrijving linken. Gewoon iets lekker vrolijks. Maar dat kon je op de een of andere manier niet vinden. Dus ben ik voor deze gegaan. Dit is wit, dus mijn camera vindt het lastig. En het is best wel een boxy fit. Gewoon oversized wit. Ik heb hem ook weer in de maat S. S is een 42-44. Hier staat het erop. Dus dat, ja. Organisch katoen staat er wel op. En hij heeft van die taps toelopende mouwtjes wat dat betreft. Verder heel basic. Qua prijs kost de top 49,99. En de rok 26,99. En voor de rok vind ik het op zich een prima prijs. Maar ik vind deze wel echt best wel prijzig. Maar goed, laten we kijken hoe ze staan. Goed, de outfit is aan. Qua maten allemaal prima. Dit ding valt inderdaad vrij los. Het voordeel van het rokje, wat trouwens inderdaad als tube top ook kan, is dat je hem echt tot heel hoog in je taille kan doen. Omdat het natuurlijk ook als tube top kan. Dus je kunt zelf kijken tot hoe hoog je het rokje wil. Ik vind dit zelf bijvoorbeeld een fijne lengte, maar kan hem dus ook langer doen. Ik kan hem ook korter doen door hem hier zeg maar te verstellen. Dus dat is ideaal daaraan. Ik hoop echt dat de ripstof in het rokje een beetje over wil komen. Volgens mij niet echt. En het stof. Dat vind ik echt het grootste nadeel van het rokje. Hij trekt echt heel veel stof aan. En dat vind ik gewoon met katten niet oké. Okay. Ik ga 1 keer zitten en ik moet mezelf helemaal afrollen met zo'n roller. Dus dat is het enige nadeel aan het rokje. Ik vind hem verder wel heel erg prima zitten. Gewoon echt zo'n basic bodycon rokje. Het is een beetje wat je vroeger had, dat je dat helemaal in was. Dat heb ik echt jaren heel veel gedragen. Daar doet hij me heel erg aan denken.
Alleen kon je die niet zo hoog optrekken. En dat doet deze wel. Hij is trouwens niet zozeer correcting zoals je ziet. Dus dat vind ik wel fijn. Ik vind dat zelf wel zo jammer dat dingen gelijk figuur corrigerend zouden moeten zijn. Dat is helemaal niet nodig. Dus dat vind ik wel heel erg top eraan. En deze, het valt me mee heel erg die doorschijn. Want ik heb er gewoon een zwarte kanten bralet onder. En je ziet het wel een beetje. Maar niet dat ik denk van wow, er moet echt iets onder. Het is verder gewoon geen boeiende top of zo. Maar ja, dit vind ik ook zo jammer. Als je één keer zo doet, dan zie je dat direct heel erg zitten in de stof, zeg maar. Dus ja, ik ben er niet heel enthousiast over. Maar op zich zijn de prijs-kwaliteit verhouding en size inclusivity allemaal wel een shop. Dus het is wel een shop. Maar niet mijn ding. Dan voor de tweede outfit heb ik een sportsetje. Want dat had Sissy ook best wel veel. En ik was gewoon heel erg benieuwd. Dus als eerste haal ik er even een papiertje uit. Maar heb ik hier een mesh sport BH. Ik vond hem er echt best wel gaaf uitzien. Ik heb gekozen voor een maat S. En deze kost €29,99. Wat ik voor een sport BH echt niet heel veel geld vond. Maar dit is dus BH. Ik hoop dat je het goed kan zien. Maar het is best wel een diepe V-vorm met een mesh, zeg maar. Waardoor die toch een beetje sexiness geeft. Ik moet wel zeggen, het voelt echt als een low support sport BH. Geen idee of ik dat online erbij vond staan of niet. En aan de achterkant heeft hij zo'n racer back idee. Hoop dat het ook zichtbaar is. Doe het zo meteen aan. Ja, hij is best wel lang. Hij rekent wel echt op grote borsten, zo te zien. Dus ik hoop dat ik hem kan vullen. Het is al de kleinste maat. Ja, het ziet er wel heel erg mooi uit, maar niet heel erg veel support. En daarbij hoort natuurlijk ook een legging. En daarvoor had ik ook eentje met mesh, dacht ik. Ja, de mesh zit hier, zeg maar rondom de knie. Volgens mij heb je onderbeen alleen. Oh ja, kijk, hij heeft echt twee stukken op je onderbeen. Heeft hij iets van zakjes om je telefoon in te doen? Dat zo te zien niet. Is ook geen vereiste, maar ik dacht, ik check het even voor je. En deze heb ik in een maatje medium, wat dus een 46-48 is. Waarvan ik dus bang ben dat hij te groot gaat zijn en gaat afzakken bij mij met sporten. Ga ik zo meteen even doen qua squat test. Maar ik vind het heel erg jammer, want ja, die maten die dus zo twee maten in één zijn, dat zorgt ervoor dat het voor mij in ieder geval net precies verkeerd valt, omdat ik dus een 44 en 46 in zit. Maar ja, dat ligt natuurlijk maar net aan welke mate jij tussenin ligt. Deze kost in ieder geval €39,95. En hij voelt op zich wel als een lekkere stof. Wel heel dun en heel flexibel. Maar dat is logisch met zo'n legging. Ik hoop vooral dat hij gewoon lekker blijft zitten en niet afzakt. Goed, zoals verwacht is de BH echt te groot voor hem. Ik weet niet of je het kan zien, maar ja, ik heb gewoon heel veel ruimte. Hij hoort eigenlijk, als ik hem strak wil trekken, zo. Maar dan geeft hij al helemaal geen support, want die hele band zit hier. Dus die zou zoiets moeten. Maar dan heb ik hier bovenin echt gewoon... Ze gaan uit van veel borst. Ik heb een CD-cup, zeg maar. Maar dit is echt... Nee. Ik vind het een hele mooie BH, maar hij is gewoon niet geschikt voor mijn figuur. Ik heb gewoon te weinig borst om hem te vullen. Waardoor hij al helemaal geen support geeft. Echt, als ik nu dit doe, dan voel ik het gewoon net zoveel heen en weer gaan als dat ik geen BH aan had. Dus helaas. De legging vind ik eigenlijk verdomd goed zitten. Ik vind het effect bij de benen leuk. Hij sluit eigenlijk best wel mooi aan. En ik zal even de squat test doen. Oké, dat ging eigenlijk verbazingwekkend goed. Hij zakte niet af. Hij schijnt ook niet door. Dus dat is top. Eigenlijk dus de goede maat, ondanks dat ik had gedacht dat hij verkeerd zou zitten. Alleen de BH is dus niet geschikt als je weinig borst hebt. Dat vind ik jammer. Dus een shop, deze voor mij een flop. Dan voor de derde outfit heb ik deze jurk. En ik moet zeggen, ik ben echt wel een tijd op zoek geweest naar een jurk die ik echt leuk vond en er in mijn maat was. Ik merk dat Sissy wat dat betreft niet helemaal mijn stijl outfits had voor een heel groot deel. Er zaten absoluut echt hele leuke items tussen. Ze hadden bijvoorbeeld een hele kleurrijke collectie. Maar dan net niet helemaal mijn ding of zo. Dus daar moet ik even een beetje doorheen kijken. Maar deze jurk vond ik op zich wel heel erg leuk. Het was een van de weinige items waarvan ik gelijk dacht, ja, dit is hem. Er staat hier op Eco Vero Take Less Give More. Dus blijkbaar zijn ze wel echt bezig met ecologisch produceren, et cetera. Deze jurk heb ik in ieder geval in een maat S en hij kost €79,99.
Ook absoluut niet goedkoop. Dit is hoe hij eruit ziet. Ik vond de print heel erg leuk. Hij deed me wel heel erg denken aan iets wat ik jaren terug van mijn jewelry heb gehad. Het was ook zo'n jurk, namelijk ook echt een midi jurk. Of was dat toen een maxi jurk? Volgens mij was dat zelfs een maxi jurk. Ook met zo'n tailleband erbij. Deze heeft... Oh, ik hou hem helemaal verkeerd om voor jullie. Deze heeft ook de knoopjes die die jurk had. Zo dat is een beetje een rip-off. Maar goed, mijn jewelry gaat niet tot deze maat. Dus wat dat betreft fijn dat dat ook beschikbaar is voor mij met een groter maatje. Maar het is dus gewoon eigenlijk een overhemd jurk met een ceintuur in het midden. Lange mouwen die hier met een elastiek vastzit aan het uiteind, zie ik. En ja, verder niet heel veel over te zeggen. Behalve dat ik hem gewoon heel erg leuk vond doordat hij lekker kleurrijk was. Ik vind het gewoon een leuke jurk. Verder niet zoveel over te vertellen, maar... Ja, laten we kijken hoe die aanstaat. Zoals verwacht is dit tot nu toe echt mijn favoriet. Hij lijkt wel echt heel veel op die jurk die ik dus jaren terug van mijn jewelry heb gehad. Als ik daar nog een foto van kan vinden, zal ik hem even hiernaast ergens in beeld zetten. Maar het lijkt echt gewoon een rip-off, behalve dat hij volgens mij ietsjes korter is. Ja, vind het eigenlijk gewoon een heel erg leuke jurk. Oh kijk, hij heeft ook nog een klein splitje aan de zijkant. Gaat dus met helemaal met knoopjes dicht. En qua maat is die gewoon prima. Ik vraag me alleen af hoe vaak zal ik hem dragen of ik hem daadwerkelijk wil houden. Dat dan weer wel. Maar absolute shop. Kwaliteit verhouding gewoon goed. Kala bedenkt dat ze nu even naar de kattenbak wil. Goed, ze is weer klaar. Wat ik dus wou zeggen. Hij is gewoon eigenlijk helemaal goed qua kwaliteit. Wel redelijk prijzig, dus dat moet je ervoor over hebben. Maar ik vind hem prijs-kwaliteit verhouding op zich wel heel erg goed. Hij zit goed. Dus ja. Denk wel een shop waard. De laatste outfit is denk ik het meest mijn stijl. En dat is met een jeans. Want ik wilde heel graag een jeans proberen en een leuke gekleurde top. Het enige ding van de top is dat de tekst erop voor mij niet had gehoeven. Het is verder namelijk een heel tof color block shirt. Zoals je kan zien met twee verschillende kleuren mouwen. En er staat op, wat staat erop? Essentials. Verder is het weer een hele grote wijde fit. Vind ik heel erg jammer, want ik vind het zelf gewoon mooi om het taille te accentueren. En ik heb het idee dat Sissy eigenlijk voornamelijk allemaal grote dingen heeft. Het is dat de jurk een ceintuur had, maar verder is eigenlijk alles een beetje oversized. Ja, en dat vind ik wel het jammer van plus size merken, van curvy merken. Dat ze gelijk het idee hebben dat je jezelf moet verstoppen. Terwijl ik dat echt totaal niet nodig vind. Dus vandaar dat ik denk, jammer, het had iets wat minder vreselijk oversized gemogen. Want het is al een maat S, een 42-44. En ja, hij valt gewoon echt heel erg groot. Kost €24,99. Wel echt een lekker stofje. En ik vind gewoon het detail bij de mouwen heel erg leuk. De tekst had nogmaals van mij niet gehoeven. Maar verder een hele toffe top. En de jeans eronder vond ik ook echt mega gaaf. Dat is namelijk de Amy Super Slim Fit High Waist. En dit is hem. Er zit dus een heel leuk patroontje in. En dat vond ik wel heel erg, ja, hip of zo. In verhouding met de andere items die ze hadden. Ik vond het gewoon een hele toffe... Wat mij betreft had het meer een mom jeans mogen zijn dan weer. Daar had ik dan juist weer wat meer losvallend willen zien dan alleen maar slim fit. Maar het lijkt erop dat Sissy meer gericht is op zeg maar een appelfiguur. Dus het accent op je benen. Dus een mooie skinny jeans en dan een wijdvallende top eroverheen om je buikje te verhullen. Maar ik heb een peerfiguur en ik vind het juist fijn om juist mijn taille te accentueren. Dit staat ook absoluut. En ik zeg ook absoluut niet dat je met een bepaald figuur... een bepaald type item of bepaalde outfit moet dragen. Maar ik heb een beetje het idee dat ze zich daarop richten. Terwijl curvy vrouwen zijn er in allerlei lichaamstypes. Niet alleen appelfiguur. Maar op de een manier heb ik al het idee dat curvy merk het een beetje vergeten. Want ik heb vaak bij broeken dat ze dan goed zitten bij mijn benen. En bij mijn middel veel te wijd. Omdat ze rekenen op meer buik. En die heb ik dan weer niet. Maar goed, dat gaat niet specifiek over Sissy. Maar gewoon over plus size kleding over het algemeen. Dit is in ieder geval de broek en die vond ik wel heel erg tof. Hij ziet er echt lekker high waist uit. Heeft voor en achter echte zakken zo te zien. Ik heb deze, even kijken hoor, in een maat 46. En hij kost €69,99. Ook weer niet goedkoop, maar ook niet extreem duur voor een broek. Hij is, ja, wel lekker stretchy. En ik ben gewoon heel erg benieuwd, dus laten we gaan kijken. Oké, waar alles... groot viel, valt deze broek klein. Ik heb me erin gewiggeld, maar mijn kruis zou eigenlijk een stukje hoger moeten zitten dan het nu zit. Vind het verder een hele toffe broek. Maar qua maat zou ik dus eentje omhoog moeten. Terwijl ik al
een 46 had in plaats van een 44. Dus blijkbaar vallen hun jeans klein. Goed om te weten. Nou kan je prima een maat omhoog. Maar ik vind het wel boeiend dat alles zo groot valt en dit dan klein. Ik vind hem verder wel leuk. Ook kwalitatief goed en zo. Ja, hij zit dus niet helemaal zoals hij zou moeten zitten. Omdat hij nog een stukje hoger zou moeten. Maar hij knelt niet af of zo. Dus dat vind ik positief. De top heb ik zo opgeknoopt. Omdat ik hem dan zelf het leukst vind om te dragen. En dan dus met iets tot hier. Niet tot hier. Maar hij komt in principe helemaal zo. Wat over deze broek eruit ziet is of de broek gewoon goed valt. Maar hij is dus best wel oversized. Ik vind het echt wel een leuk ding. Ik vind echt, ja, die tekst is het hem gewoon niet voor mij. Waardoor ik dus een beetje twijfel of ik hem wil houden of niet. Want ik vind hem verder heel erg tof. Maar die tekst had gewoon niet gehoeven. Maar het colorblok en zo vind ik wel tof. En inderdaad gewoon opgeknoopt. Ja, prijs-kwaliteit verhouding gewoon goed. Dus eindconclusie over Zizzy. Ik denk wel dat ze absoluut een shop waard zijn. Ze zijn prijziger, dus je moet het ervoor over hebben. Maar de stofjes zijn goed en zo. Geen polyester, et cetera. Wel dat ik denk, je moet goed zoeken. Wil je een beetje hippe items vinden? Dit is bijvoorbeeld echt wel een leuke look. Vooral als je het shirt dus in je broek stopt of iets dergelijks. Maar goed. Maar het is wel echt goed zoeken. Dat wel. Dus laat vooral weten wat jij vindt. Goed, dat waren dan alle vier de outfits die ik je vandaag wilde laten zien. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Mijn mening heb je net al kunnen zien. Heb ik nog niet opgenomen op het moment van spreken. Dus vandaar dat ik hem nu even niet noem. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jij vindt. Of jij Zizzy kent. Of jij van Zizzy houdt of juist niet. Waarom? Vind jij ze zelf een shop? Vind je ze een flop? Ben je het eens met mijn mening of niet? Vind je de items leuk? Let me know in de reacties. Vind ik leuk om te lezen. Laat ook vooral weten welke webshops en winkels jij graag nog getest wilt zien. Ja, dan was dit de video. Ik hoop heel erg dat je hem weer leuk vond om te zien. Als dat zo was, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren. Is gratis, help je mij heel erg mee. En klik dan ook gelijk even op dat belletje. Dan mis je nooit meer een video. En ja, dan zie ik je heel graag bij de volgende video weer terug. Doei doei!